Mijn naam is Laurie Nijenhuis. Ik heb staats- en bestuursrecht gestudeerd aan de UvA, staats- en bestuursrecht master. En inmiddels ben ik ook als junior docent staats- en bestuursrecht aan de slag gegaan aan de UvA. Als staats- en bestuursrechtdocent geef ik met name les in de rechten bachelor. En daarnaast verzorg ik ook een hoorcollege in de staats- en bestuursrecht master en begeleid ik scripties. En ik doe af en toe wat onderzoek ernaast. Zo schrijf ik annotaties voor de AB. Dat is een tijdschrift voor bestuursrechtelijke jurisprudentie. En ik heb onlangs een artikel geschreven over klimaatrechtjurisprudentie. De toegevoegde waarde van een staats- en bestuursrechtmaster ten opzichte van andere rechtenmasters vooral, is dat je heel erg oog leert te hebben voor de maatschappelijke en politieke context van de rechtstoepassing. Je leert dan ook dat de rechtstoepassing eigenlijk niet zwart-wit is, maar dat het altijd een keuze is. Tijdens mijn master heb ik veel schrijfskills ontwikkeld. Daar heb ik nu heel veel aan. Het is heel waardevol voor een academische carrière dat je goed kunt schrijven. En daarnaast leer je ook heel goed presenteren. En natuurlijk als docent, als je voor de klas staat en eigenlijk de hele tijd moet presenteren, heb je daar ook heel veel aan. Een advies dat ik heb gekregen toen ik op zoek ging naar een baan, is dat jij niet alleen ergens solliciteert, maar dat mensen ook bij jou solliciteren. Dus dat je goed moet bedenken of de baan eigenlijk ook wel bij jou past. Zodat je tijdens de sollicitatie ook kritische vragen stelt, zodat je goed weet waar je terechtkomt en wat je eigenlijk kan verwachten. Wees je ervan bewust dat je niet meteen je droombaan hoeft te vinden. Je kunt ook gewoon ergens beginnen en vanzelf kijken waar je terechtkomt. Op die manier kom je ook weer met nieuwe mensen in contact, leer je meer over wat je leuk vindt en zo kom je vanzelf op de juiste plek terecht. Leg jezelf dus niet te veel druk op.